Jongens, ik wil heel even iets met jullie bespreken. Nou, dat klinkt serieus. Ja, dat is het ook. We hebben het de hele tijd over Red Bull en hun onbalans. Zie ik overal terugkomen. Wat precies is onbalans, David? Onbalans. Nou, het ligt eigenlijk compleet aan hoe is de wagen gebouwd en de afstelling van de wagen. Die twee dingen bepalen de grip van de auto. Je moet je voorstellen, even heel makkelijk gezegd, dat je aan de voorkant rij je heel veel downforce. Staat die vleugel maximaal naar beneden. En aan de achterkant rij je minimaal downforce. Zou bijna nooit gebeuren. Maar dan kan je heel hard een bocht insturen. Maar aan de achterkant is die auto zo los als wat. Dus het moment dat je de bocht instuurt, heb je heel veel grip. En aan de achterkant, dan gaat hij oversturen. Dus dan glijdt hij met zijn achterkant de hele tijd weg. Bij Red Bull is het chassis weer veranderd. En daar moet je een perfecte afstelling voor vinden. En dat doe je per circuit. Je hebt een basisafstelling. En op de Hungaroring konden ze die afstelling gewoon niet vinden. Dat zag je heel duidelijk. Overstuur, onderstuur. En wat zorgt ervoor als je als coureur geen balans in de auto hebt, dan heb je geen vertrouwen. Dat zagen we zeg maar bij Max. Die heeft wat vaker spins. Maar we moeten even verder terugkijken. We moeten terugkijken naar Barcelona. Want daar was de balans ook al niet goed. En daar zagen we Max ook al een aantal keer spinnen. De auto kan op papier, teken de tafel van Newey, heel erg snel zijn. Alleen de afstelling is wellicht niet op de auto te maken. En dat is dus waar die onbalans zit. Maar weten we dan ook precies waarom dat vorig jaar niet was en dan dit jaar wel? Is er één onderdeel bijgekomen? Wat? Ja, ze zijn bij de RB16 ten opzichte van de RB15 hebben ze gekozen voor een nieuwe voorwielophanging die nog compacter is. En die is eigenlijk zo gebouwd dat zodra je instuurt of een volledige stuuruitslag hebt, dan duwt die nog wat meer zeg maar naar links of naar rechts aan de hand van waar je naartoe stuurt, zit je nog meer druk op dat voorwiel, waardoor je meer grip hebt. Alleen dat is nu veranderd. En dat is waarschijnlijk niet helemaal in balans met het hele high-rake concept van Red Bull, waarbij je dus altijd ziet dat de neus vrij laag staat en de achterkant wat hoger. Hmm. Ja, en daardoor komen ze nu dus in de problemen. En zie je dat ze gewoon die balans, ja, die kunnen ze nog steeds eigenlijk niet optimaal vinden. En ja, David zegt Hongarije, maar naar mijn idee was het ook in Oostenrijk. Was het echt lastig voor Red Bull. En je hoorde het ook tijdens de race. En dat vond ik wel kenmerkend. Albon, daar hoorde je op een gegeven moment helemaal gesloopt. Die was constant aan het vechten met die auto om hem maar gewoon op de baan te houden. Dat zie je met beide auto's ook. En waar het probleem voor Red Bull vooral lijkt te zitten is eigenlijk in de medium snelheid bochten. Dat zag je ook op Barcelona. Die bocht voor die laatste chicane ging ze iedere keer de fout in. Ja. Wederom eigenlijk in Hongarije, waar je eigenlijk redelijk veel medium snelheid bochten hebt, dan ging je ook weer de fout in. En ja, het fundamentele probleem lijkt vooral zeg maar aan de voorkant te zitten, die gewoon ook door onder andere die nieuwe voorwielophanging te veel grip genereert, waardoor die achterkant gewoon eigenlijk rechtdoor schiet. En ze probeerden dat in die chill eigenlijk iedere keer te compenseren door meer downforce op de achterkant te zetten. Maar dan heb je weer het probleem dat je als je door de snelle bocht heen gaat, dat je te veel onderstuur hebt, omdat je dan weer eigenlijk te veel grip creëert op de achterwielen. En meer drag en dus wat en ook weer meer drag, waardoor ze ook weer langzamer zijn op de rechte stukken. Dus het is op die manier eigenlijk dweilen met de kraan open. Ja, een hok om mee te rijden, zou je bijna zeggen. Je hebt hier wat over te zeggen. Het heeft niet alleen, natuurlijk, aero is een heel groot deel ervan. Wat het ook bijvoorbeeld is, dat zie je in tourwagens heel veel. Als je in langzame bocht heel veel onderstuur hebt, dan wil je die anti-rollbar meer, zeg maar, die kan je even heel simpel op setting 8 zetten, maar die kan je dan ook op setting 4 zetten. Dat zorgt ervoor dat je in de langzame bochten, dat je dan zeg maar een stuk minder onderstuur hebt. Onderstuur is als je naar links stuurt, je glijdt als het ware rechtdoor. Doe jij een simracer, David? Ik doe niks anders. En het lijkt wel ook alsof ze daarin weer de balans niet kunnen vinden. Want uiteindelijk, ik zeg nu de anti-rollbar, kan je daar neerzetten. Maar daar reageert ook weer een toe-in of een toe-out. Of de aerodynamica op. Dus heel veel mensen zie ik op internet reageren. Ja, de vleugel, dit, dat. Maar als je de vleugel verandert, dan zijn er ook heel veel andere settings die daar invloed op hebben die je moet veranderen. En dat is waarom het zo lastig is om die perfecte setting te vinden.